Hallo, een hele goede morgen. Hier zit Anne met de orakelthemakaart van week 19. En ja, ook dit is een vooropgenomen video. En het is voorlopig de laatste video die ik van tevoren heb opgenomen. Ik kom bijna terug van vakantie. En volgende week ben ik weer gewoon live. En volgende week ben ik trouwens ook live met de praktisch engelenwerk. Het webinarserie die op dinsdag de 14e start. En wil je me zien hoe ontzettend uitgerust en bruin ik ben, hoop ik, van de vakantie. Dan kun je me aanstaande zaterdag 11 mei zien tijdens de overvloedkunde praktijkdag. Geef die gewoon rustig op. Ik pas er gewoon een mouw aan van desnoods een andere locatie. We gaan het gewoon helemaal hartstikke super maken aanstaande zaterdag. Ik heb een hele leuke kaartenset uitgekozen. Ik weet dat ik dat elke week zeg. En ik zeg ook elke week. En deze heb ik al een tijdje niet meer gebruikt. Maar ik heb heel veel kaartensets. En ik dacht gewoon van, nou, wat is nou fijn? En toen dacht ik van, ik ga deze gebruiken. Wederom eentje van Doreen Virtue. Messages from Your Angels. Dit is de kaartenset die ik heb gehad. Toen ik mijn ATP-opleiding deed. Mijn Angel Therapy Practitioner opleiding. In Laguna Beach. In maart 2007. En dit is de kaartenset die ik toen kreeg. Wanneer je bij mij de engelenkaarten reading cursus doet, dan krijg je van mij ook een kaartenset. En bij mij krijg je niet, je mag hem zelf uitzoeken. En wij Doreen Virtue toen kregen. En toen was er een grote onderlinge ruilhandel van, oh, deze heb ik al, deze had ik al, maar ik had nog helemaal geen kaartenset. Dus ik was hier al heel erg blij mee. Dus, al dus. Ga eventjes voelen, wat wil jij weten, wat is jouw vraag aan de engelen? En dan gaan we eens kijken wat er deze mooie dag naar voren gaat komen. Oeps, oké. Dan moet ik even helemaal duiken naar de grond. Nou, dat is hopelijk in mijn vakantie helemaal goed gekomen. En dat is ook de boodschap voor deze week hier bij deze video. Het is Leila. Oh, ik zal hem laten zien. Leila. Spend time alone in nature, meditating about your desires and intentions. Ask the angels to help you gain a positive perspective. Nou, ik ga niet helemaal op vakantie naar de Rimboe. Maar het is wel. Ik hoop wel dat ik. En ik ga ook niet alleen, ik ga met mijn liefje. Maar het is ook wel fijn als ik. Ik zie in ieder geval een rots. En dat is daar ook rotsig. En ik zie ook water. En daar is heel veel blauwe zee. Dus dat gaat helemaal goed komen. Dus ik zou zeggen, pak een lekker muziekje erbij. Ik heb een hele mooie muziek uitgekozen. Dat is de Ambient Angelic Tones. Raise Your Positive Vibration. Deep Theta Binaural Beat. En Let Go. Nou, let go. Je weet, ik ben een grote voorstander van let go, van loslaten. Hoewel ik dat soms ook niet altijd doe. Ik ben ook wel iemand die heel koppig kan zijn en me stug kan volhouden aan iets. Maar ik ben, ja, ik hou wel van loslaten. En ik moet zeggen dat ik steeds later in mijn leven, hè, zoals dat heel mooi heet, dat ik steeds beter word in het loslaten. Ik denk dat we dat ook nodig hebben. Want naarmate we ouder worden, gaan er allerlei dingen veranderen in ons leven. En dan is het fijn als je een relativerend vermogen hebt en je leert loslaten. In plaats van elke keer maar blijven strijden van hoe dingen zijn. Dus ga lekker je muziekje aanzetten. En dan laten we eens contact maken met Leila. Ik moet even geven. Sorry. Je zag het niet, want mijn kaartje zat ervoor. Dus ik kon even ordinair uitgebreid geven. Ga lekker zitten. Adem in door je neus. Heel diep, 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 diep. Hou vast. En laat los. Doe nog twee keer. Adem in. Diep, 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 diep. En laat los. En de laatste keer. Alsof je leven ervan afhangt. Adem in, adem in. Hou vast zolang je kunt. En laat los. Lieve engel Leila, aanvaard mijn uitnodiging tot hartverbinding. Verbind uw energie met de mijne.
Werk met mij en door mij. Leid mij, richt mij, omring en bescherm mij. En laat deze sessie zijn voor het hoogste goed en hoogste heling van alle betrokken partijen. Zet ons gedurende deze hele sessie in een bel van licht, liefde en bescherming. Oké. Leider voelt ook heel rustig en kalm. En op de kaart zie je een zonnetje, maar ik heb op een of andere manier zie ik haar in het maanlicht bij een zee staan. Dat de maan zo op de golven schijnt. Het is een hele rustige zee. De temperatuur is aangenaam. En ze staat daar zo'n beetje over het water te kijken. En gewoon even helemaal niks te doen. Misschien zie jij het in het felle zonlicht en het zonnetje. Dan is dat ook helemaal prima. Maar laat eventjes alles en iedereen om jou heen minder goed dan 100% los. Je mag die tijd voor jezelf nemen. Je mag rust nemen. Je mag je ruimte innemen. Het hoeft niet slechts die ene minuut te zijn dat jij eventjes op de wc zit. Je mag gewoon echt ook tijd voor jezelf nemen en er eventjes op uittrekken. Gaan wandelen, gaan fietsen. Eventjes helemaal niets. En ook al woon je in een stad, er zijn overal mooie plekjes. Ik heb jaren, denk al 8 jaar in Rotterdam gewoond. In een flat bij de Brienenoordbrug. Met heel veel luchtvervuiling, heel veel lawaai. Maar ook daar op Oud-IJsselmonde waren er schitterende plekjes te vinden. Om heerlijk te kunnen wandelen. Stap gewoon eens je deur uit. En ga gewoon eens kijken waar je voeten je heen brengen. En soms is buiten zijn. Gewoon even op het stoepje zitten. Je moet ineens denken aan hoe mijn oma in Rotterdam woonde. En de streep is weg. En als kind zijn, dan zat ik daar op het stoepje. En als ik gelukkig had, dan had ik stoepje stoepkrijt. En dan zat ik in het zonnetje op het stoepje van buiten. Eventjes helemaal niks. En als kind zijn er bij mijn ouders. Ik had een eigen speelplek achter in de tuin. Ik had een eigen trampoline. Daar moet je niks van voorstellen. Dat was helemaal niet zo chic als dat het nu tegenwoordig is. Dat waren gewoon onderstel van een bed. Vroeger had je zo'n springveer en matras. Niet een matras, maar zo'n... Nou ja, zo'n bed waar je matras op legt, die bestaat volgens mij tegenwoordig niet meer. En dat was mijn trampoline. Met mijn zandbak. En dan kon ik me heerlijk achter mijn tuin terugtrekken en spelen. Misschien is voor jou rust en ruimte nemen, je mobiel uitzetten, of in ieder geval op stil zetten. Eventjes helemaal niks, even van Facebook weg,
Ben van social media weg. Alleen eventjes met jezelf zijn, met je gezin, met je partner. Kijk eens of je daar deze week bewust de tijd voor vrij kan maken. Liefst elke dag, maar zeer zeker één keer een wat langere tijd. Jij en je liefst alle twee de mobiel uit en echt er zijn voor elkaar. Maar in eerste instantie zorg dat jij voor jezelf zorgt, dat jij op jezelf aan kunt, laat ik het maar zo noemen. Vanaf wieg tot aan het graf zul je het altijd met jezelf moeten doen. Je zult het met jezelf moeten kunnen vinden. Je zult met jezelf plezier kunnen maken, moeten kunnen maken. Het gezellig hebben, het vreugdevol hebben. En het gewoon met jezelf heel erg goed hebben. Verwacht niet dat een ander jou gelukkig maakt. Zorg voor je eigen geluk. Alles wat je zoekt in een ander, ontwikkel dat eerst in jezelf. Er is maar één iemand die verantwoordelijk is voor jouw leven, jouw lijf. En dat ben jij. Alleen jij bepaalt jouw levensloop. Alleen jij bepaalt hoe het gaat met jouw lichaam, hoe het gaat met jouw geest, met jouw ziel, met jouw leven. Dus neem de volledige verantwoordelijkheid voor jouw zijn. En dat gaat net iets makkelijker wanneer je af en toe eventjes helemaal de tijd voor jezelf neemt. In het Engels wordt dat zo mooi gezegd. Me, myself and I. Ik, mezelf en mij, zo. En wanneer je dan zo in je uppie ergens bent, roep dan deze week eens Leila aan. En vraag aan haar op een duidelijke, positieve manier, altijd enkel en alleen zeggen wat je wel wilt, waar jij mee worstelt en hoe zij jou daar zo bij zou kunnen helpen. Zo, in een voorbeeld van, lieve Leila, dankjewel dat je aanwezig bent, dat je naar mij luistert. Ik heb de volgende uitdaging, puntje, 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 puntje. Dankjewel dat je mij het antwoord influistert en dat je mij helpt om deze situatie ten goede te veranderen. Dat mag je ook nu doen. Als je nu in conclaaf wilt gaan met Leila, dan doe je dat lekker nu. Lieve Leila, dankjewel dat je naar me luistert. En ik wil de volgende situatie aan je voorleggen. Dan vertel je je situatie en daarna luister je. Voel je, ervaar je, merk je, zie je hoe Leila jou helpt.
Leila, als er nog iets is wat je tegen ons te zeggen hebt, doe het dan nu voordat we gaan afsluiten. Bedankt Engel Leila voor haar aanwezigheid. Weet dat je altijd kan terugkeren. Dat je altijd contact met haar kunt maken. En je kunt deze healing natuurlijk zo vaak als je wilt herhalen. Dat geldt voor alle orakelthemakaartvideo's. Ze blijven in de groep passief onbewust staan. En ze komen op Vimeo. Ze komen op YouTube. Ze kunt tot in de eeuwigheid blijven herhalen. Adem in door je neus. En uit door je mond. Leg je linkerhand op je rechterknie en je rechterhand op je linkerknie. Adem in door je neus. En uit door je mond. Nog één keer in door je neus. En uit door je mond en haal je handen uit elkaar. Ho, ho, ho. Ah, geef nog eventjes. Ah. En kom weer helemaal terug in het hier en nu. Deze kaart is net heb ik gebruikt. Messages from your angels. Dit was de kaart. Van Leila. Ik hoop dat je even je rustpunt hebt gevonden tijdens deze healing meditatie. Ga er alsjeblieft op uit deze week. Neem tijd voor jezelf. Hoe ontzettend veel je ook van je kinderen houdt en van je partner. Het is echt heel erg nodig om af en toe eventjes een paar minuten voor jezelf te hebben. Of een middagje, of een dagje. En even lekker helemaal je eigen ding te doen. Drink wat water. Het was toch wel een healing. Veel losgelaten. Ik ben er over een paar dagen weer. Volgende week kom ik er weer met een live video. En anders misschien zie ik je zaterdag wel live bij de overvloedkundepraktijkdag. Zorg goed voor jezelf. Weet dat ik van je hou. En tot de volgende keer. Doei doei.